Okay, let's go. Oké, ik denk dat je nou terug moet naar dat boek met je gekleurde fruitjes. Oké, we lopen nu naartoe. Kaboom. Zeker kaboom, Rusty. Yes, let's see. Ja, ik ben even mijn camera aan het verkennen hoor. Oh, maar what the fuck is dit? Ik heb een oepsie gedaan, denk ik. Een oepsie? Ja. Ik zit nou vast in een put. En ik zie overduidelijk boven mij wat het noorden is. Ah, dus dan heb ik waarschijnlijk gebeuren nodig waar ik het net de hele tijd mee aan het kutten was. Mijn put loopt ook langzaam vol met water. Oh ja, maar ik zie ook katrolletjes draaien nu. Dus ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Gebeurt er nu iets? Ja, laat hem zo staan. Eentje, kan je hem eentje terugdraaien? Nee, ik kan niet terugdraaien. Ik kan hem alleen stoppen. Nu stoppen. Kan nou de volgende doen? Dat zijn sterretjes. Ik zie hier niks van sterretjes of zo. Draai dan maar een andere. Even kijken welke je dan beweegt. Moment hoor, dit is echt een puzzel. Dit is echt een puzzel, moment. Ik zit nou zo'n beetje al onder het water. Heb je hier wat aan? Ja. Ja, daar heb ik wat aan. Ik kan een stukje doordraaien. Nog één keer. Ja, vasthou. Ik kan verder doordraaien met eentje te ver. Ja, ik heb dat niet in eigen hand, hè. Het is gewoon een tandwiel dat vanzelf draait. Oh, oké. Okay, ja. Dan kan je hem nog wat verder laten draaien. Stop. Ja, en nu een andere. Een andere, alsjeblieft. Een andere? Eentje met een zonnetje, als je dat kan zien? Nee, dat kan ik niet zien. Het probleem is, het duurt heel lang voordat ik weer een andere heb. Want het is zeg maar een puzzel om te kunnen maken.
Ik heb er nou twee tegelijk. Ja, laat die zomaar... Oké, ja. Nou, eigenlijk moet ik net... Je hebt ze allemaal gehad, op, behalve degene die ik er nodig heb. Oké, dan weet ik welke dat is. Moment. Oh, sorry. Blijkbaar was er nog eentje die je nog niet gehad hebt. Ja, maar nu heb ik ze alle vijf gehad. Nee, er is er echt nog eentje die je nog niet hebt gehad. Echt eentje. Nee, dat is hem ook niet. Ja, ik kan ook niks meer zien. Ik zit vast. Ik kan ook niet omhoog of laag. Nee, jammer. Blub, blub. Oh. Oké, ik zit weer in dezelfde kamer. Ik zit nou nog niet in de put. Ik ga eerst even kijken of ik wat anders kan doen voordat ik in die put ga. Ik heb hier zo 3 mijnkarretjes waarmee ik iets kan transporteren. De 3zelfde kleuren als die we net hebben gemaakt. Dus oranje, groen en paars. Ik heb hier tekeningen met gekleurde fruitjes en gekleurde potions. Ja, daar moet ik waarschijnlijk iets mee. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik heb allemaal verschillende zaadjes voor plantjes. Ik zie niet zo goed wat we nodig hebben om door te gaan, of kan je dat wel zien? Ja, ik zie het wel waarschijnlijk, want om uiteindelijk die plantjes te laten groeien, heb ik water nodig. En 3 keer raden waar die slang naartoe loopt. De put? Die loopt inderdaad naar de put. Oké, want ik heb hier 2 dingen staan om waarschijnlijk sap te maken ofzo, of zoiets. Alleen, ja, ik weet dan niet zo goed welke ik dan moet combineren en zo. Dat kan ik wel hier op dat formulier zien, maar ik weet niet precies wat jij nodig hebt. Trouwens, wat... even terugkomend op die put. Wat kan jij identificeren vanuit jouw kamer van een noordpunt? Oh ja, met als ik naar die trappen kijk, zeg, of naar die ladders, dat, hoe ik die bestuur... dan is de bovenkant het noorden. Dat vind ik dan heel raar, want mijn noord zit vast aan een plafond, om het zo te zeggen. Dus ik moet echt naar links, rechts, voor of achter en niet naar boven of naar beneden of zo. Ja, maar daardoor kan ik misschien wel achterhalen welke trap ik nou nodig heb. Want hoe de trap nu staat bij mij, en hij, nu staat hij goed... ...is aan de oostkant. Oké. Ik ga er weer in en ik ga hem weer openen en we zien wel hoe ver we komen, denk ik. Yo. Oké, probeer er maar 1 te draaien en dan zien we wel hoe ver we komen. Hij start nu.
Je moet andere hebben. Nog een andere. Ja, dat is een goeie. Even door blijven draaien. Nog één tikje. Hij is goed zo. Nu wacht de volgende. Ja, dat is een goeie. Nog één tikje. Ja? Kut! Even door blijven draaien met die. Je bent één tikje te ver. Nog één tikje. Ja. Oh, sorry. Nog één tikje. Ik was in de war met die. Ja, nu mag je de volgende doen. Nee, je moet een andere hebben. Dit is zo moeilijk. Ja! Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Blijf doordraaien. Nog één tikje. Ja, goed. Nu de volgende. Je hoeft nog maar twee. Misschien dat het helpt, maar degene die ik nu nodig heb is Zuidoost. Ja, is goed. Ja, door blijven draaien, ben een tikje te ver. Doordraaien. Nog één tikkie. Ja, is goed. Nu de allerlaatste. Maar ik heb ze nu alle vijf gehad. Nou, er is er nog eentje. Die draai je als allereerste, maar dat is de verkeerde toen. Oké, ik denk dat ik weet welke dat is. Nee, dat is de verkeerde, de andere. Volgens mijn kompas is dat het westen die ik nu moet hebben. Is dit de goeie? Nee, dat is niet de goeie.
Ja, dat is de goeie. Nog één tikkie? Ja. Ik ben eruit. Jezus, wat een kutzooi. Ja, dat wil ik heel erg geloven, ja. Goed, planten. Oké, even kijken. Mijn dingetje ben nou inderdaad water. Mijn dingetje ben nou inderdaad water. Dat is helemaal mooi. Wat stond er ook alweer in jouw boekje? Nou, ik kan zien welke vloeistof ik met zaadjes, zeg maar, moet combineren om een plant te maken. En ik kan ook zien hoe ik andere kleuren moet maken. Oké, want ik kan hier zien dat ik een groene, blauwe en rode vloeistof nodig heb. Om blijkbaar een dodelijke potion te maken. Waarmee ik mijn boze planten die hier staat kan doden. Oké, en je hebt zaadjes? Ik heb inderdaad zaadjes. Ik denk dat je die via de minecart dan naar mij moet geven. En kan jij ook aan vloeistof komen? Ik kan inderdaad aan vloeistof komen, ja. Oké, dan moeten we even kijken, want ik weet niet, welke zei je nou dat je nodig had? Ik heb een rood drankje, een lichtblauw drankje en een groen drankje nodig. Oké, en de vloeistoffen die jij me kan geven, dat zijn niet de kleuren die jij moet hebben? Ja, groen heb ik nodig, maar het moet in een potje zitten of zo. Dat vind ik dus raar. Oh ja, ik zie al hoe dat werkt. Dan, want je hebt dan groene vloeistof in een mok nodig, denk ik, of niet? Ja, ik denk in een mok dan inderdaad, ja. En kan jij mij een emmer groene vloeistof geven en toevallig een mok met gele? Ik kan geen geel sturen, dat niet. Stuur gewoon eens wel, dan kijken wat er gebeurt. Ik heb je groene emmer ontvangen. En ik weet niet zo goed... Oh ja, en dan moet ik nu nog aan gele vloeistof zien te komen. Heb jij de zaadjes van dat lichtblauwe plantje voor mij? Is het een lichtblauw balletje met soort van gele paddenstoelen die eruit komen? Nee, het is een soort lichtblauwe vleugels met een donkerblauwe knop. Dan moet ik me even laten groeien, hoor. Oh, kut. Ik weet niet hoe ik hem sneller moet laten groeien, want hij is nu een sproutje om het zo te zeggen, maar verder gaat hij ook niet. Ik heb nu je groene vloeistof ook verspild, volgens mij. Wat heb je gedaan met de groene vloeistof? Volgens mij heb ik die nu verspild. Stuur gewoon eens wat dingen mijn kant om, want dan kan ik hier een beetje in die apparaten proberen. Heb je niet nog meer? Heb je niet nog meer? Nog meer van wat? Gewoon andere dingen, andere kleuren. Die zakjes, kan je die niet naar mij sturen?
Nee, die zakjes kan ik niet sturen. Ik kan alleen vloeistoffen sturen en misschien de planten als ze eenmaal gegroeid zijn. Maar ik weet niet hoe ik ze moet laten groeien. Je hebt ook zo'n plant met zo'n... echt zo'n gelige plant met... het lijkt een beetje op een banaan. Ja, een gelige plant met een banaan. Die ben ik aan het zoeken. Ik heb hem gevonden en ik ga hem nou planten. Ik denk namelijk dat je je zaadjes met een vloeistof moet combineren om te laten groeien. Maar dan vraag ik me af welke vloeistof, welke van de drie kleuren? Ja, dat kan ik je vertellen als je me zegt welke dingen je hebt, welke zaadjes. Oh, op die manier. Nou, die ene blauwe met die vleugeltjes. Die moet met groen, die moet met geel gecombineerd worden. Ik kan er geen vloeistof bij gooien. Ik heb hier namelijk, wacht, heb jij ook paarse? Ja, hè? Ik heb paarse vloeistof, ja. En die zit in een emmer. Kan je die toevallig wel toevoegen aan de paarse plant met gele tentakeltjes? Die is in één keer gegroeid zonder dat ik er wat aan gedaan heb. En kan je de gegroeide plant wel naar mij sturen, denk je? Ja, die kan ik wel jouw kant op sturen, dus daar komt die. Oh, dat is een hele andere plant die ik bedoelde. Je zei toch blauw met tentakeltjes? Nee, paars met gele tentakeltjes. Yes. Oh ja, dan heb ik die nou gevonden. En welke vloeistof was het ook alweer paars, toch? Een bucket met paarse vloeistof. Ja, die is in één keer gegroeid. Die heb ik. Oké, dat is mooi. Ik ben nog niet helemaal uit wat we daar nou mee moeten. Wat ik wel zie is dat de bedoeling is dat ik met dat ik zeg maar van die emmers eerst kopjes maak, maar ik weet nog niet hoe. Dat vind ik dan raar, want hij zegt bij mij elke keer wel dat ik die vloeistoffen toe kan voegen aan de planten nu, maar ze groeien niet. Nee, maar dan moet je ze waarschijnlijk aan de juiste plant geven. 15 minutes later. Oh mijn god. Oké, ik weet nu hoe je die moet. Zou jij mij kunnen verblijden met een emmer groen spul, alsjeblieft? En doe ook maar weer dat plantje met het hoedje. Komt eraan. Oké, ik ben nu in ieder geval een stapje verder. Wat heb jij nodig voor de potions die jij wil hebben? Ja, een rode potion, een lichtblauwe potion en een groene potion. Ja, maar er staat ook bij hoe je die potions maakt, toch? Klopt, inderdaad. Voor de witte potion heb ik een verlepte bananenplant nodig en oranje juice. Maar die plantjes die ik wil laten groeien...
Die groeien niet. En ik weet niet waarom. Ik weet wel waarom. Ik ga jou zoiets sturen en die is voor het verlepte bananenplantje, ja? Is goed. En lukt het? Ja, het werkt! En ik denk zomaar dat de planten die samen één potion worden, dat je die ook naar mij moet sturen. Ja, dat klopt. Ik ga je nu de verlepte bananenplant en een oranje spul naar je doorsturen. Want daarmee kan jij een witte potion maken die ik weer nodig heb. Oké, wat even belangrijk is, moet dat oranje spul in een mok of in een emmer zitten? Ik stuur het oranje spul naar jou toe, dus het zit in een emmer. Maar het moet ook in een emmer volgens het plaatje? Ja, het zit ook in een emmer. Ik ga het nu proberen, maar ik durf niet met zekerheid te zijn dat dit nu goed gaat komen, hoor. Ik krijg een witte potion! Ik denk zomaar dat die potions allemaal ook nog bij elkaar één grote potion moeten worden, of niet? Ja, dat klopt. Oké, welke twee fruitjes maken de volgende potion? Die paarse met gele tentakeltjes. Oké, dan heb ik een emmer. Die kan jij sowieso geven. Want met het paarse spul dat je daar hebt, kan je hem laten groeien. En welke fruitstuk moet daarbij? Daar gaat de witte potion mee gemengd worden. Dus als jij die mijnkaartjes even terug wil sturen, dan geef ik jou deze paarse fruit. En dan kan jij met die witte potion daarmee de groene potion maken. Ah, oké. En dan moeten we daarna denk ik nog een keer de witte potion maken. Want volgens mij moeten alle drie de potions ook nog een keer samengevoegd worden, toch? Nee, dit was de enige keer dat jij de witte hoefde te maken. Ik maak nu een groene potion. Wat is de volgende stap? Kan jij mij vertellen hoe ik die zoete aardappel moet groeien? De zoete aardappel, welke is dat? Is dat die roze, eigenlijk die soort van balzak? Ja, die soort van balzak, maar dan drie bij elkaar. Ja, moment. Moet ik heel even de karretjes hebben. Wat ik nu stuur, moet je erbij gieten. Oké. Yes.
Ik stuur je nou twee fruitjes door. Daarmee kan jij als het goed is de rode potion maken. Ja, er komt een rode potion aan. Oké, volgens mij nog één potion, of niet? Kan jij mij vertellen hoe ik de donkerblauwe met vleugeltjes moet laten groeien? Joe, komt eraan, moment. Wat nu naar je toe komt, heb je daarvoor nodig. Top, en dan nog die lichtblauwe met gele paddenstoelen. Ja, die kan jij zelf volgens mij meteen laten groeien. Ja, inderdaad. Mooi. Mooi, dan stuur ik die twee nu naar jou toe. En daarmee kan je als het goed is de lichtblauwe potion maken. Ja, de lichtblauwe potion wordt nu gemaakt. En ik denk zomaar dat ik dan de drie potions bij elkaar moet voegen. Ja, dan zou je een rode, lichtblauwe en een groene potion moeten hebben en die moet dan inderdaad bij elkaar toevoegen. Dan komt de dodelijke potion nu naar jou toe. Ah! Atte! Oké, ik moet hem dus nu over die plant heen gooien. En hij zegt dat ik niet dichtbij genoeg kan komen. En dat er een andere manier moet zijn. Ja, ik denk dat je dat echt bij jouzelf moet doen. Ik denk niet dat ik je daar kan helpen. Jawel, nevermind. Ik heb wat voor je. Mag ik de karretjes van je hebben? Nou ben ik wel heel benieuwd met wat je voor mij hebt. Ah! Goed, volgende hoofdstuk. Ja!